Hallo allemaal, daar ben ik weer, Delilah Teunis. En binnenkort is het Halloween. Ik ga jullie enge verhalen vertellen die waar gebeurd zijn, die ik zelf heb meegemaakt. En ik heb heel veel meegemaakt. Dus eerlijk gezegd heb ik zelf helemaal niks met Halloween. En ik vind het eigenlijk helemaal niet zo oké, het verheerlijken van lelijke dingen en van monsters en van moord en doodslag en al dat soort dingen. In de natuur vinden we eigenlijk niks afschuwelijks. Alles is eigenlijk mooi en we hebben geen bloeddorstige, bloederige beesten of dat soort dingen. Kijk, de beesten die we doen eigenlijk iets om... om te kunnen leven en om te overleven. Maar ze hebben niet afgehakte ledematen en weet ik het veel wat allemaal. Dus het is natuurlijk ook best wel iets raars dat we dat vieren. De doden en de enge dingen en de afschuwelijke gezichten. Maar als jullie het dan toch zo leuk vinden, ik heb een aantal verhalen. Want wat heb ik allemaal vroeger meegemaakt? Mijn moeder zit natuurlijk al de leven lang in het spirituele bereik. En het zit al 500 jaar bij ons natuurlijk. En als kind was ik ook een heel speciaal kind met een aantal dingen die ik kon zien en meemaakte. Ik wilde daar eigenlijk helemaal niks mee te maken hebben met dat soort dingen. Maar ja, het gebeurde en het overkomt je. Omdat je als kind gewoon veel meer open staat om toch... meer te zien. Entiteiten, orbs. Het gevoel hebben dat er continu iemand bij je staat, naast je staat of achter je staat. Kijk dit filmpje tot aan het einde. Want echt waar, jongens. Het is echt creepy geweest. Oké, verhaal nummer 1. Wat heb ik meegemaakt? Ik was 8. Ik ging naar school. Ik zat op school in Apeldoorn. En ik had een eigen kamer. We hadden een heel leuk huis. Maar dat huis, ik voelde altijd iets. Alleen durfde ik niet vaak te zijn. Alleen slapen vond ik niet prettig. Ik had altijd het gevoel dat er iemand naar me keek. Of dat er iemand was. En dan had vroeger een vriend. En zeg maar stiefvader. En die maakte mij altijd aan mijn benen wakker als ik naar school moest. Want ik sliep altijd heel erg diep. En als ik zo diep sliep, dan werd ik niet wakker. Dus die kon roepen tot hij in ons weegde. Dus dan moest hij soms aan mijn benen trekken om me wakker te maken. Want ik had een heel hoog bed. Echt zo'n stukje van het plafond. Echt een heel hoog bed. En een heel smal trappetje. Dus dan kon je eigenlijk niet... dan kon alleen ik eigenlijk omhoog. Want het was veel te smal voor hem. Dus dan moest hij helemaal zo manoeuvreren. En dan trok hij even aan mijn been van wakker worden. Oké. Maar wat gebeurde er? Het was zaterdag. En ik sliep heel diep. En er werd aan mijn benen getrokken. En echt flink hard. Er werd zo hard aan mijn benen getrokken dat ik zo'n stuk over het bed heen hing. En ik werd wakker en ik hoorde wakker worden. Ik denk, wakker worden? Ik zei, ja, ik word zo wakker. Ik zei, het is zaterdag, ik hoef niet naar school. En ik kijk en ik lag zo'n stuk over het bed. En ik dacht, waar is iedereen? Er is helemaal niemand. En toen ik, mama! Ik zeg, mam, waar ben je? En mijn moeder werd niet wakker, want die sliep een kamer verderop. We hadden een gelijksvloershuis. Een wagen was dat. En een bungalow, kenden de meeste mensen wel. En mijn moeder die werd niet wakker. En toen ik mijn moeder riep, toen hoorde ik zeggen van... als je nog een keer je moeder roept, doe ik de deur op slot. Dus ik dacht, deur op slot? Maar ik had een schuifdeur en die kon niet op slot. Dus ik expres nog een keer mijn moeder ook. Ik denk, waar komt die stem vandaan? Dat is echt een creepy, wel vrouwenstem, maar een beetje creepy stem. En ik zeg, mam! Dus ik gil en toen werd mijn moeder gelukkig wakker. En toen wilde ik echt de sleutels schrikken. En ik denk, wat is dit? Ik zeg, mam, wat er nou gebeurde, dit en dat. Nou, ik durfde er ook niet meer te slapen. En ook s'nachts als ik naar bed ging, dan dacht ik, dat is heel eng. Dus, maar ja goed, dat gebeurde er.
En er vielen ook wel eens gewoon dingen uit de kast. Terwijl ik gewoon dacht van, niemand raakt dat aan. En dan ga je natuurlijk graag naar de telefoon. Iemand bellen. We hadden nog geen mobieltjes. We hadden gewoon die vaste telefoons. Oh, even niet mijn moeder bellen of weet ik van wat. Dus wat gebeurde er? Verhaal nummer 2. Ik wilde niet slapen in mijn eigen bed. Want dat vond ik eng. Omdat er gewoon op een of andere wel eens gebeurde. En ik weet tot nu toe nog niet wie me uit het bed heeft getrokken. Maar goed, het is gebeurd. En er was ook verder niemand in het huis. Alleen mijn moeder en mijn moeders vriend toen. En verhaal nummer 2 ging zo. Ik mocht bij mijn moeder in bed slapen. Mijn moeder had een waterbed. Dus ja, ging dat wel lekker heen en weer soms, hè? Dat waterbed. Dus mijn moeder had me lekker in bed gestopt. En mijn zus en een vriend van mijn zus en mijn moeder, die waren televisie aan het kijken. Mijn moeders vriend was er toen niet. Die waren televisie aan het kijken in de woonkamer. Nou, je moet je zo voorstellen, je hebt gewoon een grote woonkamer. En alles is gelijkvloers. Dus achterin had je de slaapkamer van mijn moeder. En aan de zijkant was de slaapkamer van mij. En mijn zus die had een slaapkamer, dan moest je buitenom lopen. Dus die had een eigen afdeling. Dus best wel een hele grote slaapkamer. Dan moest je buitenom lopen naar een deur. Dan had ze een eigen appartementstudiootje. Nou, dus ik ga in dat bed slapen van mijn moeder. En ik, ja, als kind doe je toch wel vaak die dekens over je hoofd heen, hè? Dus ik deed die deken over mijn hoofd. Ik vond het toch een beetje eng als ik wat zag of iets dergelijks. Zo'n gaatje om door te ademen. Jullie kennen het vast wel. Wie het heeft meegemaakt of misschien nog doet. Dus ik lag in dat bed. En ik hoor gewandel. Langs het bed. Wat is dat nou? Dus in één keer 3 hele harde slagen bovenop dat bed. Bam! 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 Ik ging helemaal zo, hè. Op dat waterbed, hè. Ik zweer het je. Ik dacht, wat is dat? Ik werd bijna zeesje, ik zweer. En toen, dus ik dat deken af. Ik zei, ik weet wel dat jullie me bang proberen te maken. Mama! Michelle! Die zaten gewoon nog televisie te kijken. Terwijl de deur gewoon open stond, hè. Je kon eigenlijk gewoon gelijk zien als er iemand wegliep. En ik hoorde ook niemand lopen. Maar, dus mijn moeder en mijn zus die komen naar me toe gerend. Wat is er aan de hand? Ik huil, er is iemand in mijn kamer. En dit en dat. En dat sloeg heel hard op dat bed. En toen heb ik dat proberen na te doen. Je moet echt flink hard willen slaan. Eigenlijk erop moeten springen als je zo hard heen en weer ging als ik. Heb ik natuurlijk weer wat geks. Dus dat soort dingen. Dus mijn moeder naast me zitten en een boekje lezen. Een goed spiritueel boekje. En toen viel ik gelukkig rustig in slaap. Het is daarna ook niet meer gebeurd. Maar goed, wat is het geweest? Ik weet het niet. Dus, later toen we gingen verhuizen, toen hoorden wij dat op het huis, of onder het huis waar wij ons huis dus hadden geplaatst. Want het was ons eigen huis, ons eigen stuk grond. Daar was een dierenkerkhof geweest. Dat verklaart misschien wel het een of andere. Verhaal nummer 3. Let op wat er gebeurt. Ik ga met mijn moeder naar Spanje. En wij hebben daar toen een heel groot huis gehuurd. In Marbella. Voor een maand om te kijken of we Marbella nog heel erg leuk vinden. Nou, echt een prachtig huis. Alles erop en eraan. Een prachtig zwembad. Ik zou denken, dat is gewoon een prima huis. Nou, ik was een jaartje of 11. En ik sliep altijd met een beer. Dat was een beer, die had ik al vanaf mijn geboorte. Pop heet mijn beer. En best wel een grote beer. Ik heb hem eigenlijk nog wel ergens liggen. Ik had hem eigenlijk even moeten laten zien. Maar goed. Bob de beer. En sliep ik altijd heel erg. Als elke kind eigenlijk wel met een beertje slaapt of iets. Nou, en ik lag in bed. En ik had een hele grote bloemenspiegel achter me. Achter dat bed. Dus het zit in de vorm van een halve bloem. Een soort van bladeren. En iedereen had ook zijn eigen kamer. Mijn moeders kamer was de kamer naast mij. Dus ik was ook niet helemaal alleen. Maar goed, je hebt toch je eigen kamer. Nou. Dus ik ga naar bed. Ik sliep. En midden in de nacht word ik wakker. Zoals iedereen wel eens gewoon wakker wordt. En ik lag eerst op mijn rug. En mijn beer die ligt aan de zijkant van mijn bed. Dus ik lig hier. En hij ligt aan de linkerkant in ieder geval. Dus aan de rand van mijn bed. En ik draai me om zo. En ik ga op mijn buik liggen. En ik kijk zo in de spiegel.
Ik zie wat door die spiegel. Vanuit de ingang van mijn kamer bij de deur zie ik iets naar binnen komen. Maar het was niet iets zichtbaars. Het was iets onzichtbaars. Het was een soort van schimachtig iets en het kwam door mijn deur heen naar binnen. En ik bleef natuurlijk staren in die spiegel dat ik dacht, what the fuck is dat? En het maakte ook nog een geluid. Het deed... En het ging na mijn voeteinde van mijn bed. Langs de zijkant van mijn bed. Het ging na mijn beer. En die beer die vloog zo over me heen. En hij lag ineens aan de andere kant. En ik keek zo naast me van... Wat is dat? Ik begin te gillen. Nou, mijn moeder heeft wat gillen van me gehoord. Mama, help! Dus mijn moeder, wat is er aan de hand? Ik wil er iets in mijn kamer. Nou, ze zegt, kom maar hierheen. Nou, ik zweer je. Ik nam mijn beer mee. Eén sprong was ik natuurlijk in mijn moeders kamer. En toen later heb ik die beer, eigenlijk dacht ik van, wat doe ik met die beer? Die beer heb ik ergens gedumpt. En toen ben ik bij mijn moeder al gezegd, mama, alsjeblieft. Sowieso, vreemd huis was het ook. Want er liepen echt rare beesten. Soms dat je echt dacht van, nou, ik wist niet eens dat die in Spanje bestonden. Ik kon het ook niet eens thuis brengen. En mijn zus, ja, op een of andere manier hebt die altijd ook mazzel dat hij een of ander eigen appartementje krijgt waar niemand hoort. Ook die maakte daar wat creepy dingen mee. Dus die kreeg al haar eigen appartement. Zij moest ook weer buitenom. Na haar kamer. En had ze een studio boven. Nou, dus het was me wat. Verhaal nummer 4. Wij zijn in Duitsland. Ik en mijn zus. En wij reisden altijd heel erg veel. Nog. Wat gebeurt er? Ik en mijn zus zijn op stap geweest. We hebben in Duitsland altijd zo'n reuniefeesten van kermisexploitanten en reizige mensen. En dat is hartstikke leuk. Dus altijd als er een kermis is of iets ergens, dan is er eigenlijk altijd wel een dag waar een heel leuk feest gegeven wordt, waar iedereen bij elkaar komt. Nou, dus wij waren in Duitsland en we gaan naar het feest toe. Hartstikke leuk, we hebben super leuk gefeest en we hadden een appartementje. En mijn moeder was er ook met haar vriend. Het appartement heeft dus 2 kamers en een keukentje eigenlijk, dat was het. Dus het had ook een heel klein woonkamertje, inderdaad, echt super klein. Maar goed, het was toch nog maar voor een paar weken. En, nou, hartstikke leuk. Dus wij zijn bij dat feest geweest en wij komen thuis en we doen de sleutel doen we erin. En we delen zeg maar een soort van gangetje met nog 2 bewoners. Gang, trap naar boven. En er zijn dan nog 2 mensen die daar wonen. Nou, wij komen binnen en dan gaan we onze eigen deur in, die ook gewoon afgesloten is. Daar kan niemand komen. En we gaan liggen in ons bed. We hebben 2 aparte bedden. Dus Michelle die ligt aan de rechterkant, dus tegen de muur aan. Ik lig het bed in het midden. En mijn moeder heeft die kamer daarnaast. Nou, dus onze deur die staat altijd op een kier voor als er iets is of weet ik veel wat, dat je moeder of iemand hoort. Nou. Dus wij liggen nog in ons bed, nog een beetje aan het nakletsen over de gezellige feest dat we hebben gehad. En goh, wat was het leuk en gezellig en dit en dat. En wij kijken zo, het was 6:00 s'nachts, dus denk ik. Zoals 5 of 6:00 s'nachts. En wij kijken zo richting onze deur. Dus het was heel donker in de kamer. Een beetje scheen, een klein beetje scheen. En we zien daar ineens iemand staan. Die daar zit te kijken. Dus ik zeg tegen Michelle, zie jij dat ook? Michelle zegt, wat is dat? Mama, ben jij het? Richard, ben jij het? En we zagen het niet wie het was. Wie is dat nou? En die bleef nou staren en we gingen roepen, mama, ben jij het nou? En ineens verdween het, uit het niets. We zagen hem niet eens weglopen, want hij deed echt, ik denk dat hij was, geen idee, het leek erop. Hij deed de deur zo een beetje open en hij bleef naar ons kijken. Nou jongen, ik heb gegild voor mijn leven, dus wij gingen gelijk naar mijn moeder. We gingen echt onder de dekens, wat is dat, weet je wel? En gingen daarna naar mijn moeders kamer en zijn jullie dat nou geweest? Maar die sliepen heel diep. Hé, wat is er gebeurd? Dit en dat is er gebeurd. En hele creepy dingen. En we weten tot nu toe nog niet wat het is geweest. We hoorden het ook niet wegrennen. We hoorden het ook niet ergens naartoe gaan. We zagen in ieder geval die deur zo open gaan, een beetje.
En zagen daar gewoon een gestalte staan. Het was echt, als ik ga denken, nog kippenvel. Nou ja, goed. Dat is dus verhaal nummer 4. En ja, dat was ook allemaal eng. Dus ja, er gebeuren wel eens wat rare dingen. Ik heb ook wel eens geglaasje draaid vroeger. Glaasje draaien vond ik ook spannend. Wat is dat? Je maakt een heel groot bord. Met allemaal letters erop en cijfers. Je zet een glas in het midden. En dan doe je een vinger erop. En dan ga je vragen. Geest, als je er bent, laat jezelf horen. En dan gaat, zonder dat je je vinger beweegt, gaat dat glas bewegen. En dat gaat dan naar een letter en dan vertelt het glas hoe de geest heet. Ja, dat was echt ook heel eng. En dan heb ik nog het allerengste echt waar gebeurde verhaal. Er was een vrouw, kijk, ik hoor natuurlijk ook heel veel verhalen van cliënten, hè, wat ze allemaal mee hebben gemaakt, wat er voor enge dingen zijn. Weten jullie, hè, wat mensen zien op de snelweg 's avonds, voordat ze een ongeluk krijgen, wat ze zien? Dan ziet ze, dat hoor ik wel eens van mensen die het hebben overleefd, wat ze dan hebben gezien, een man op een fiets, maar dan niet zo'n normale fiets. In het jaar 1600 of 1700 of 1800 zag, weet ik wel, in die tijd. Zo'n heel groot wiel en dan zo'n heel klein wieltje. En daar zit dan een man in, of een man op, zo'n grote bolhoed. En die fietst heel snel en die kijkt je zo aan, naast je. Als je in de auto zit. En die gaat net zo hard als jij. En die mensen schrikken daar natuurlijk heel erg van. Dat zien ze. En nog een heel eng verhaal. Het is een echt waar gebeurd verhaal. Er was een vrouw en die lag op sterven. Ze had een zoon en die zoon die verzorgde haar. En die vroeg aan haar van, heb jij nog een laatste wens? Of heb je nog wensen voordat je doodgaat? Ja, had ze gezegd. Ik zou heel graag een glas chocolademelk willen. En ik zou mijn 3 ringen, die ik op mijn vingers heb, heel graag willen behouden. Die wil ik graag mee het graf in hebben. Nou had hij gezegd, dat is goed, geen probleem, ik ga dat voor je regelen. Dus hij kwam met een kop chocolademelk, warm chocolademelk aan. En die gaf die haar, ze dronk het op. En ze kwam te overlijden. Hij had haar zelf begraven. Er was een begraafplaats bij haar in de buurt. En hij woonde ook in dat huis van haar. Dat heeft hij geworven. Nou, wat gebeurde er? Een aantal dagen later, wat ik heb gehoord, was ook heel groot op het nieuws. Toen dacht hij bij zichzelf, waarom zou ze eigenlijk die 3 ringen zo graag willen hebben? Waarom waren echt hele mooie, dure ringen, diamanten ringen? En toen dacht hij, weet je, ze is toch dood. Ik ga die ringen proberen te halen. Dus hij had haar echt weer opgegraven uit het graf. En toen heeft hij die ringen, die vond hij aan haar hand. En hij probeerde die ringen los te krijgen. En dat ging maar niet. Hij kreeg die ringen niet los. Dus hij dacht, nou ja, weet je, dan moet ik die vingers er maar afhakken. Dus hij had een mes gepakt en hij hakte de vingers erop. Toen had hij die ringen. Nou, er ging een aantal weken of maanden voorbij. Nou ja, hij blij. Weet ik veel, heb daar nooit meer aan gedacht eigenlijk. En toen was het een hele regenachtige dag. En toen werd er geklopt s'avonds aan de deur. Hij doet de deur open. Er staat een vrouw voor de deur. Een oude vrouw. En die vroeg of ze mocht schuilen voor de regen. Hij zei, ja hoor, tuurlijk, kom maar binnen. Kom maar binnen, zei hij. Nou, dus ze ging zitten in de stoel. En eigenlijk in de stoel waar zijn moeder ook altijd in zat. En hij vroeg aan haar, ja tuurlijk, hoe gaat het? Waar komt u vandaan? Ja, nou, ik woon hier niet zo heel erg ver vandaan. Maar ik ben een beetje de weg kwijt, zei ze. Oké. Nou, dat kan. En hij vroeg aan haar van, wat wilt u drinken? Wilt u wat lekker drinken? Ja, zei ze van, doe mij maar een warme chocolademelk. Oké,
zei hij. Dus hij ging die warme chocolade maken. Die warme chocolademelk maken. En dat zette hij voor haar neer. En ze pakt dat glas chocolademelk. En hij ziet dat ze nog maar 2 vingers heeft. Dus hij kijkt naar haar. En hij zegt: hoe kan dat dat u nog maar 2 vingers heeft? Wat is er gebeurd? Dat heb jij gedaan! Happy Halloween! Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van mijn spannende verhaal. En mochten jullie meer van mij willen zien en willen weten, abonneer dan op mijn kanaal. Het is gratis. Push the button. Doe een likeje als je het leuk vindt. En enjoy. Doei. Ik hoop dat jullie nog kunnen slapen vanavond.